Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau. Welkom bij Tijd voor Volleybal, de talkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. De kampioen van de Bed City, Eredivisie Mannen, is bekend, Active Living Orion, is voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. In de spannendste finale sinds jaren was Orion Dreisma Dynamo met 3-1 de baas. Hoofdcoach Dirk Sparidans en uitblinkers Tom Koops en Jannes van der Ham zijn bij ons aangeschoven om te vertellen over hun seizoen. In de finale van de Eredivisie dames staat het 1-0 voor Friso Snake. Snake overleefde de halve finales tegen naar Drijsma Dynamo dames 1 van Harry van den Brink. Afgelopen zondag werd er met 3-0 van de Hollandse pot en zo VV Utrecht gewonnen. Met Henriette ter Stegen, assistent van Friso Snake, Harry van den Brink, wondercoach van Drijsma Dynamo dames 1 en NOS-commentator Maarten Tip duiken we in het tweede deel van deze aflevering in de ontknoping van het damesseizoen. Ik ben Jeffrey Klok en we hebben weer veel te bespreken want er gebeurt veel in de volleybalwereld en daarom is het nu tijd voor volleybal. Leuk dat je kijkt en luistert. En of je nou een vaste TVVer bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, deel deze aflevering met zoveel mogelijk volleyballiefhebbers. Zodat we het maximaal aantal kijkers en luisteraars bereiken. In het eerste deel hebben we twee spelers en de hoofdcoach van de Kerstvers Landskampioen aan tafel. Welkom alle drie en gefeliciteerd met de, de landstitel. Zijn jullie een beetje bekomen van het feestje. Hoe was het dit weekend? Ja, we, zijn, uh, we zijn er goed van gegaan. <laughs> gegaan Jij bent nog een beetje schoor, Dirk? Uh, mijn stem vertelt het verhaal van de afgelopen dagen. Oké, okay. en is dat het verhaal van de finale waar je in je heel veel hebt gedaan, of van de dagen na de finale? Uh, politiek gezien uh, een combinatie van beide. Oké, okay, Top Coos, Paasloper van Active Living Orion. En uh, ja, ik denk wel de relatie en de meest opvallende speler van dit seizoen uh, 2023-2024. Uh, je ging door je enkel in de halve finale. Dat was een van de meest opvallende momenten. Hoe is het nu met je enkel? Uh, nu gaat het goed. Uh, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik door mijn enkel ben gegaan geen pijn gehad. Dat is een beetje bijzonder aan. Alleen, uh, hij was wel. Vrij, vrij groot opgezwollen en behoorlijk blauw ook. Maar uiteindelijk, ja, met uh, behulp van uh, de fysio's bij ons, ben ik vrij snel weer terug het veld op kunnen. Ja ben, ik, ja, ben ik eigenlijk weer teruggekomen. En toen de kampioenswedstrijd kunnen ja. spelen. We komen er zo nog op terug. Jannes van der Ham, middenblokkeren van Active Living Orion. Je hebt ook uh, het kampioenspunt gemaakt. Uh, daar zat heel veel emotie bij. Daar gaan we zo op in. Uh, maar je uh, was ook deel van het team. Uh, dat de afgelopen jaren ook bovenaan de Eredivisie stond. Maar geen uh, prijs wist te winnen. Uh, maakte dat dit kampioenschap en deze beker, deze dubbel nog zoeter? Ja, uiteraard. Ja, nee, uh, er de, de volgde toch wel iets. Uh, ja, een soort vloek uh, heerste er een beetje. En ja, je wilde dat gewoon weg hebben. En, en ja, daarvoor alles doen. Omdat, ja, dat, dat niet meer wordt gezien als iets wat, wat bij ons uh, speelt. Zeg maar. En ik denk dat we dat nu. Uh, ja, goed hebben recht gezet en uh, dat we daar nu afscheid van kunnen nemen. Voelt het ook zo dat dat dus nu, zeg maar, die vloek van Doetinchem, die is nu ja, doorbroken? Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat we nu ook gewoon een betere selectie hadden dan andere jaren. En ja, dat we gewoon wat stabieler ook waren, ook als mensen wegvielen, zeg maar, dat, uh, ja, dat er andere mensen weer opstonden en, ja, ik denk dat dat uh, ook wel wat rust gaf in het team. Ook, ook in de momenten dat bijvoorbeeld een Tom wegviel. Uh, dat we dan toch nog die finale reeks haalden. En uh, ja, dat was wel. Uh, ja, dat gaf heel veel vertrouwen, zeg maar. En Dirk Sparidans, hoofdcoach van Active Living Orion. Uh, in de beker van het Landskampioenschap staan alle teamnamen gegraveerd. En ook de jaartallen. Jij staat er nog een keer in in 2010, toen als speler. bij maar Dynamo. Onder het wat strikwerda. Uh, welke titel was mooier? Die in 2010 als speler of dit kampioenschap als trainer? In dezelfde hal ook nog. In dezelfde hal. In dezelfde hal ook nog. Uh, deze is mooier. Wat maakt het mooier? Uh, het proces met het team. Vooral ook het feit dat we natuurlijk... Twee jaar geleden, Adam White valt weg. Er zijn altijd één of twee spelers in je team waar je moeilijk omheen kan. Adam was zo'n jongen. In mijn ogen is Tom ook zo'n jongen. Dus daar moet het een beetje mee zitten. Daar deden we het niet. Daar waar Dreisma Dynamo het vorig jaar met het opvangen van de blessure van Ramon Martinez wel deed. Wat ik ontzettend knap vond. Hebben wij dat dit jaar ook gedaan. En ja, Ik doe dit vanwege het proces. En het begeleiden daarvan. En dat samen meemaken. En dat heb ik als hoofdtrainer veel intensiever meegemaakt dan als speler. Dus dat voelt voor mij ook mooier. Laten we daarop induiken, want ik heb jullie gevraagd om een grappig, veelzeggend of uh, opmerkelijk moment mee te nemen uit de finales voor de wensmomenten van de week. Um, uh, laten we induiken op, uh, het was de derde finale wedstrijd in de halve finale tegen Numidia Max. Zij deden het goed, uh, kwamen goed uit de startblokken na de kwartfinales en de halve finales. Maakten jullie het lastig en toen op 2018 uh, ga jij door je enkel. En ja. Uh, ja, het is inderdaad, jij noemt het al, Adam White is bijna een copy paste. Die verloren jullie toen ook uh, twee dagen voor de beekfinale. Drie dan, uh, dan Tom inderdaad, ja. Uh, ja. en bijna op het moment, zo'n cruciaal moment. Uh, we hebben ook heel veel kijkersvragen voor jullie, dus die gaan we tussendoor ook behandel, uh, behandelen. Joris Sloetjes vroeg, wat was de eerste gedachte uh, die door je heen ging toen je door je enkel ging? Ja, ik denk dat ik dat niet beter kan zeggen voor YouTube, maar het was wel echt balen. Dacht jij toen het is klaar, nee, einde seizoen? Nee, vanaf het moment voelde wel dat het goed zou zitten. Omdat ik, ja, ben wel eens een keer door mijn enkel gegaan en dat... Hij herstelde ook al redelijk snel. Alleen bij deze dacht ik wel van, oké, okay. een beetje twijfel. Maar ik had er wel vertrouwen in en zelf ook heel veel hoop in dat het wel weer goed zou komen. Want het was in de wedstrijd wel redelijk acuut. Je moest er meteen uit ja. en, en Edson ja. Felicismo kwam erin. Ja, ja en... ik kon er uh, in eerste instantie niet op lopen en daarna een paar minuten later wel weer. Dus ja, vandaar merkte ik wel dat het wel weer goed zou komen eigenlijk. Wat uh, ging er door hij al heen? Kreeg je het uh, Sparidans benauwd? Um, nee, ook wel meteen weer praktisch. Want uh, ik moet dan natuurlijk ook uh, meteen schakelen in wat er, uh, wat er dan uh, moet gebeuren. Um, maar goed, in de, in de dagen daarna, natuurlijk, ben je, uh, denk je daar ook weer aan terug. Alleen ik heb uh, ook geleerd van uh, dat moment met Adam. Dus uh, ik heb er ook, uh, ben er ook anders mee omgegaan. Want uh, je refereerde net naar vorig jaar Dynamo. Die verloren Ramon Martinez in de Beekfinale. En toen stond Janik Bak op. Die was belangrijk in de, in de finales. Um, en Red Bad is een trainer die heel veel wisselt. Heel veel laat spelen. En had tijdens het seizoen ook uh, veel gespeeld. Nu heeft Edson Felicismo de plaats van Tom in hem genomen. Heeft dat heel goed gedaan. Maar hij heeft niet heel veel gespeeld tijdens het seizoen. Dus dat is niet iets wat je per se anders hebt gedaan door te denken. Ik moet iedereen laten spelen. Want misschien hebben ze in de eindfase nodig. Ik zeg altijd aan het begin van het seizoen: uh, iedereen krijgt kansen en iedereen gaat spelen. En aan het einde van het seizoen ga ik wel naar een vastere basis toe. Dus dat weten die jongens. Uh, ja. En daarin heb ik, dat uh, is mijn filosofie. Dus daar, uh, dat is de manier hoe ik werk. En wat is dan wat je zegt, wat je anders hebt gedaan na Adam White? Ben zelf wat rustiger gebleven. En uh, ook wat, wat sneller door kunnen schakelen. Ook doordat wat er daar gebeurde. En. Uh, ja, ook gewoon wel vertrouwen altijd in elke teamlid blijven houden. En uh, ja, ook gewoon meteen weer praktisch doorschakelen. Wat betekent dit voor ons spel? En wat hebben we dan nodig om alsnog winnend dit seizoen te eindigen? En uh, daar ben ik wel veel sneller in geschakeld dan twee jaar geleden. En uiteindelijk uh, was het ook weer belangrijk dat je in die kampioenswedstrijd kon spelen, uh, want je begon met Edson Felicissimo en redelijk snel wisselde je al Tom Koops in. Is er dan zeg maar van tevoren al bepaald door de visio's, Tom kan spelen, is inzetbaar als het moet of uh, wordt er dan, hoe nemen we ons mee in dat proces of wordt er gezegd, ja liever sparen misschien voor die vijfde wedstrijd te uh, houden? Nee, we hebben Tom getest op de training op de dag van tevoren. En daarin hebben we natuurlijk afgewogen wat er wel of niet mogelijk is. Praktisch gezien gaf Edson Felicissimo in de warming-up aan dat het niet ging met zijn knie. Dus daar heb ik hem nog wel laten starten. Alleen uiteindelijk hebben Tom en ik elkaar ook aangekeken en hebben we ja. ook gezegd van... Huppatee. Sta je dat ook te branden? Ik ken je een beetje als spelen. Ik speelde natuurlijk ja. tegen je, maar denk je dan ook van oké, okay, nou, ik, ik kan ja, nu en ik ga dit moment pakken? Vanaf het moment dat Eddy die bal de tribune insloeg, zei ik, kijk Dirk me ook aan. Ik zeg tegen Dirk, ja, zet me maar erin, dan gaan we. En... Het ging goed uiteindelijk. Ik moest wel even inkomen, maar het ging uiteindelijk wel wel goed. Dan gaan we zo naar die wedstrijd. Waar laten we even vast voor naar het einde van die wedstrijd? Uh, Jannes, uh, het laatste punt: uh, Surf van Jorst Thijhuis. Prachtige paas van uh, Tom Koops. Bart Neck geeft hem bij jou en jij, Ramter, je, je voor de ja, geschiedenisboek, ja, uh, dakje tegen tegenom die sport aan. Uh, Je hebt er heel veel emotie bij. Zullen we eerst even kijken naar het punt? Uh, ja, dan, nee, dan gaan we hem zo bespreken. Ja. Ik zit hier uh, op de tribune. Ik heb dit zelf gefilmd. En ik zit op de tribune naast uh, Marinus Wouters. Hij was vorig jaar uh, assistent uh, bij jullie. En je hoort hem hier op het punt ook zeggen. Jannes, 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 wat een man. Uh, de, 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 neem ons even mee in. Wat ging er door jou heen toen jij dit punt scoorde? Nou, Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel had verwacht dat ze of met Tom zouden meegespringen. Of uh, naar Samuli zouden gaan. Dus ik wist eigenlijk al een beetje van uh, als die paas goed komt... Nou, dan ga ik hem krijgen. En, uh, maar er zat heel veel ja, emotie en frustraties ook wel in. Tuurlijk, die uh, nou ja, dynamo heeft het natuurlijk al een paar keer bij ons gedaan, maar ook bij ons thuis, specifiek. En uh, ja, dat, uh, hoe lekker is het dan om het juist uh, dan nu uit bij hun te doen? Uh, maar ja, het is eigenlijk drie dubbel. Uh, voor mij is dit het eerste kampioenschap. Uh, Eerste bekerwinst. Dus ja, het hele seizoen klopte, zeg maar, in, in, uh, met dit einde. Uh, ja, toen in 2019, toen ik uh, bij deze club tekende, toen heb ik met mijn vader Notabene in het ziekenhuis nog uh, de kampioenswedstrijden gekeken. En twee, la, twee weken later was hij uh, overleden. Dus, uh, en hij wist dus dat ik dus naar Orion ging. En uh, maar ja, dan zit ik altijd te denken van ja, hoe had hij dit gevonden, weet je? Uh, ik had hem heel graag bij gewild, maar uh, ja, het, is, uh, het is niet anders. En, denk uh, je dan veel aan hem in zo'n serie of tijdens zo'n wedstrijd? De, de, heb je het gevoel dat je het ook voor hem doet of dat hij bij je is? Ja en nee. Uh, zeg maar, ja, van, tuurlijk denk je aan hem van nee, jammer dat hij er niet bij is. Uh, maar eigenlijk overroelde zeg maar, mijn vriendin uh, de situatie eigenlijk nog, uh, nog net even iets erger. Uh, zij uh, heeft vorig jaar te horen gekregen dat ze schildklierkanker had. Uh, dat was ook in de finale reeks net voor de finale reeks uh, bekend en ja dat ik was niet mezelf ik was gewoon niet mezelf ik heb niet uh, met mijn gedachten toen bij het volleybal uh, gespeeld ik heb uh, met een mental coach nog uh, gesproken die heeft eigenlijk gezorgd dat ik nog wel twee wedstrijden een beetje niveau uh, kon uh, halen maar ja ook dit seizoen uh, ze moesten een tweede kuur tijdens de beekfinale uh, ze heeft een jodiumkuur gehad, waardoor ze radioactief is. En daardoor niet uh, in quarantaine zat en niet uh, het huis uit mocht. Mocht je en... in contact met haar komen? Of... Ja, op vijf meter afstand is een beetje. Dat is een beetje de gouden regel. En uh, ja, het gaat allemaal dwars door muren heen. Dus het is ook niet dat je even vanaf uh, even hallo kan zeggen achter een raam of zo. Het is echt wel uh, ja, heftig, zeg maar. Dus je moet, uh, je moet daar gewoon uit de buurt blijven. En uh... Want ja, anders kan het voor mij ook uh, gezondheidsklachten opleveren. En ja, tijdens die beekfinale dus, uh, is ze dus uit het ziekenhuis van Groningen gekomen. Moest ze thuis uh, die wedstrijd meemaken. Ja, dat gaf wel extra motivatie om ook ja, specifiek dit kampioenschap, waar ze dan wel bij had kunnen zijn, om die dan binnen te slepen. En uh, ja, des te mooier dat het dan ook gelukt is en dat, dat zij daarbij staat uh, in die uh, menigte. Ja, ik kan niet anders zeggen. Hoe gaat het nu met je vrienden? Heel goed. Ja, echt uh, super trots uh, hoe het gaat. Ook een uh, ja, groot compliment naar de staf, naar, de, naar het team, hoe die ermee om zijn gegaan. En uh, ja, ik had het niet beter kunnen wensen. Want deel je dit ook met je ja, teamgenoten en je coach? Meteen. Ik heb het uh, meteen gemeld. Uh, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het team weet wat, uh, wat er speelt. En. Uh, ja, daardoor kunnen, kunnen zij daar ook op anticiperen en weten ze ook als er bijvoorbeeld iets aan de hand is uh, waar dat dan aan kan liggen. En uh, ik denk dat het dan des te belangrijker is dat ze het weten ja, wat, wat er in mijn leven speelt, waardoor dit uh, ja, misschien uh, niet altijd even gaat zoals je wil. Maar uh, ja, nee, dit team is, heeft, is daar zo goed mee omgegaan en uh, zo meelevend geweest. En. Ik wist eigenlijk, uh, het was ook voor mij, volleybal was daardoor ook een afleiding geworden die ik ook echt, ja, niet beter had willen wensen, zeg maar. En uh, ja, dan is zo'n punt scoren, uh, ja, dat ga ik nooit meer vergeten. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. Bedankt dat je uh, zoveel wilt delen, Jannes. Ik vind het heel, uh, ja, het raakt me wel. Met je vader natuurlijk dan ook in 2019, dat is het laatste kampioenschap wat Orion hiervoor won en dat je dat dan ja, mee kan maken. Ja. En dan nu eigenlijk een beetje deze cirkel van vijf jaar rond kan maken. Ja, ja eigenlijk. Uh, ja, ja, ik had het niet beter kunnen wensen. Nogmaals. Ja. Dirk, uh, wat jou opviel uh, was uh, een, een cijfertje. Uh, Jan, hij kwam van uh, jou, want jij bent blijkbaar de man van de cijfertjes. Uh, het gaat over uh, het aantal sets wat er uh, gespeeld is. Uh, vertel ons. 49 sets in de complete competitie. En 47 sets in de playoffs, en alleen al in april. Inclusief de bekerfinale. Dus dat zegt heel veel over uh, ja, de, het zwaartepunt van het eind. Eh? Dus, ja, want er is 49 uh, sets tot en met uh, 31 maart. Ja. En vanaf 1 april 47 sets. Dus eigenlijk in één maand. En niet eens, want het is geëindigd op 26. Dus in 26 dagen speel je 47 sets. En evenveel als de rest van het seizoen. Gekke ja, werk. Ja, ja. ja, dat is gekke werk. En dat wist ik natuurlijk uh, van tevoren al. Toen ik het seizoen ging plannen, wist ik dat dit kon gebeuren. Dus daar heb ik mijn seizoen ook op gepland. Die jongens hebben regelmatig met spierpijn uh, toch wedstrijden gespeeld. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat we... Op woensdag tegen Dynamo speelde in de kampioenspool. En toen uh, uiteindelijk ook tegen jullie nog uh, die wedstrijd op zaterdag speelde. En dat we toen ook volle bak in de krachttraining gebleven zijn. Omdat we twee weken richting de bekerfinale nog hadden. Dus die periode hebben we nog gebruikt om uh, ja, eigenlijk uh, als je dat echt die fysieke prikkel geeft, dan heb je daar 30 dagen profijt van. En dat heeft er wel voor gezorgd dat, uh, dat wij even los van de impactblessure van Tom. En Liam, waar je eigenlijk uh, niet omheen kan periodiseren. Omdat dat acute blessures ja. zijn die niet te maken hebben met de belasting of ja. met het programma. Ja, dat we topfit waren. En uh, daar moet je keuzes in maken. En dat is bij ons goed gegaan, maar ik vind bij Dynamo ook. Dus daar heb ik veel respect voor. Voor de spelers die uh, op die manier uh, zoveel wedstrijden en sets kunnen spelen... ...onder deze druk, met deze verwachtingen. Dus uh, dat is mij opgevallen, vind ik ook knap. Het antwoord ook op een kijkersvraag die we kregen... ...over hoe kunnen jullie uh, zo fit blijven na al deze wedstrijden. Maar hij kwam van... Ik denk een bekende, Jasmin Omaracic. <laughs> geloof ik, jullie krachttrainer. Ja, dat krachttrainer. Dus ik denk dat hij een paar uh, veren in zijn, uh, in zijn reet wil. Ja. Want uh, hij zal er uh, ongetwijfeld in bij hebben gedragen. Dat zeker. Nogal. Hoe, hoe was het voor jullie als speler om uh, al deze wedstrijden, al deze sets? Jullie hadden op een gegeven moment ook uh, halve finales en de eerste paar finales uh, allemaal vijf uh, Hoe was het voor jullie? Tom? In het begin ging het heel makkelijk. Het ging echt makkelijk af. Het was, uh, je hoorde weinig. Teamgenoten erover klagen eigenlijk, dus dat je... Nou, normaal heb je iedereen die wel een beetje spierpijn heeft, maar dat hoorde je nu ook niet. Nu gingen we gewoon door, we hadden elke na wedstrijd al een recovery programma. En dan, iedereen kon daar daarna gewoon weer volbak volleyballen. Maar ja, ik heb, ben uiteindelijk uitgevallen, dus ik had genoeg rust op een gegeven moment. Ik weet niet hoe het bij Jannes is nu. <laughs> ja, nou wonderbaarlijk. Uh, ik, uh, ja, sowieso heel weinig uh, blessures uh, gehad. Uh, ik heb ook bewust in de finale reeks uh, om het landskampioenschap, dus de, de, de echte finale, zeg maar, uh, ook vrijgenomen van mijn werk, zeg maar, om ook die belasting uh, zo minimaal mogelijk te houden. En ja, gewoon heel veel, ja, zeg maar, uh, slaap was zo belangrijk om, om ook weer die energie in, in die trainingen te kunnen stellen en, en krachttraining goed op orde te houden, dat ja, dat zie je toch wel wat, wat dat voor invloed kan hebben. En, uh, ja, ik, ik had het ook liever in minder sets gedaan. Maar ja, het, uh, we hebben heel veel vijf setters uh, moeten spelen. De <laughs> ja, Robin Albersen van onze hosts, Building retail, die vroegen, wat is volgens jullie de doorslag geweest om de finale reeks te winnen? Uh, jullie komen 2-0 voor, verliezen de derde wedstrijd. Reis met die weet nog terug te komen. Dat zijn alle drie vijf setters. Um, wat is er bepalend geweest dat het uiteindelijk 3-1 in de serie is geworden, Dirk? Uh, ik denk sowieso dat dat ook het verhaal van het hele seizoen is. We hebben het veel gehad over de ondergrens. Over onze eigen ondergrens. Over wat is uh, acceptabel. Wat is een acceptabele fout en wat is een onacceptabele fout. Uh, daarin was onze ondergrens het hele seizoen eigenlijk. Dat hebben we daar gezet. En dat is in, eigenlijk uh, daar ook gebleven. Gedurende halve finale, finale. Ik denk dat dat een belangrijke uh, bijdrage is geweest. Ik, ik denk dat onze paaslijn het geweldig gedaan heeft. Met uh, Edson, uh, Tom. ...Sakari en Mats met name, uh, want teams gingen heel veel risico nemen tegen ons serverend. Um, maar we hebben nog steeds veel ons uh, middenspel kunnen spelen. Dus dat is eigenlijk het uh, tactische verhaal. Um, maar het echte verhaal is dat we, ik denk, ik heb het uitgerekend... ...zeven momenten dit seizoen echt met onze rug tegen de muur hebben gestaan. Uh, waaronder de eerste halve finale die we daar van jullie Martini Plaza verloren... En uh, ja, we zeiden tegen elkaar: met onze rug tegen de muur zijn we onverslaanbaar. En dat uh, is zo geweest. Ja, halve finale van de beker, uh, Mickey op tegen Lycurgus. Ja. De dag daarna moest er in Doetinchem gespeeld worden. Ja. Uh, en ik zelf, voor wie het nog niet wist, uh, ik moet soms af en toe nog herhalen. Mensen verbaasden zich dat ik zelf speel, maar ik speel of bij Lycurgus, Het uh, speel tegen jullie. En ik moet zeggen, ik merkte echt een heel ander Orion die zondag dan die zaterdag. Uh, ik vond het echt heel knap. En, en zelfs op het veld dat ik dacht, oké, okay, holy shit, uh, dit zijn wel, is wel even een andere, andere koek. Uh, dat vond ik wel heel knap. Ja. Heb je nog iets specifieks moeten doen daarvoor? Uh, ja, je kunt op zo'n korte tijd natuurlijk niet veel doen. Maar wij zijn er wel specifiek mee bezig geweest. Ja. En uh, uiteindelijk doen die gasten dat. Dus uh, zij uh, recht hun rug en uh, zoeken elkaar ook op. En uh, ja, dat geeft natuurlijk steeds meer en meer vertrouwen. Maar dat was wel een heel belangrijk moment voor ons. Hè? Want uh, Europese werden we uitgeschakeld. Toen waren we daar nog niet toe in staat. Daar hebben we het maximaal uitgehaald uit dat verlies. Uh, de winst van het verlies. Die moet je altijd zien en pakken in het seizoen. Die hebben we gepakt en uh, uiteindelijk uh, die goal set was een belangrijk moment. Maar we zijn ook, natuurlijk ook gewoon 2-1 achter tegen Limax in de serie. En uh, ook 2-1 achter in de vijfde wedstrijd. Uh, dat is ook zo'n moment. Uh, dat je kampioen kan worden thuis tegen Dynamo. Uh, dat je 2-0 voor staat en dat je hem uiteindelijk verliest. En hoe ga je dan naar Apeldoorn? En uh, nou, met onze rug tegen de muur waren we daarin uh, onverslaanbaar. En uh, ja, dat is denk ik... Uh, uh, heel mooi om dat uh, tegen elkaar te kunnen zeggen. Als je elkaar nog tegenkomt uh, binnen, binnen of buiten de lijn of in de sporthal. Dat is, uh, dat is iets waar we ongelooflijk trots op zijn. Want ik zie dat in de finale, want jij noemt die momenten dat je met de rug tegen de muur staat. Ik zie dat ook in de finale, de laatste wedstrijd. Jullie komen uh, op 1-1. 1-1. Uh, ja, en dan in de derde set. Zie ik jou en, en dan ben jij met de spelers die in het team staan, ben je de hele tijd dit aan het doen. Je wijst met je vinger naar je hoofd voor de podcastluisteraars die het niet zien. Uh, maar wat zeggen jullie dan tegen, wat betekent dat? Is het het mentaal spelletje of is het, wat betekent die ja, vinger naar het hoofd? Ik denk dat we ons eigen kopje erbij moeten houden. Je kunt uh, de support van Dynamo waren aan Julen en hun hadden hun momentum op sommige mo momenten. En die probeer je dan een beetje... Door slim na te denken, moet je bij hun momenten wegnemen en aan je eigen kant trekken. En dat kan Dirk doen met een time-out. Maar dat kunnen wij zelf ook doen door in plaats van een bal snoeien haar hun blok in te slaan, om weer via de handen uit te tikken. Of ja, het hoeft allemaal niet hard. Het kan ook gewoon met een makkelijk balletje zijn. Maar zo probeer je eigenlijk een beetje ja, iedereen erbij te houden van frustratie en dat we in ieder geval bij elkaar zijn. Nadenken over wat we gaan doen. Dus het was vooral een kopje erbij. En het zit allemaal in je kop mentaal. Dus dat, zo moet je eigenlijk volleyballen. Ik heb nog een paar losse vragen voor jullie van de, de kijkers. Eduard vraagt, Dirk, waarom communiceer je langs de lijn altijd achter je jasje? Oh, omdat ik... <laughs> uh, ik krijg veel mooie reacties over trouwens. Uh, maar uh, nee, omdat ik gewoon niet wil dat de tegenstander ziet wat ik uh, aangeef. Wat zijn de reacties dan? Wat bedoel je? Dat dat opvalt. Ja. Ja, ja nee, ik... Uh... Wat ik het grappigste vind is dat je jasje steeds dicht doet. Ik denk, laat dan je jasje steeds open. Maar jij neemt het jasje en dan geef je iets aan. En dan doe je steeds je, weer je rits ja, dicht. En dan, dan toch, ga je weer Het staat weer je toch je net rits... wat lekkerder, hè? dus Oké, okay, ook dus voor de foto's geweest. en de achteraf. Ja, ja, Oké, okay. ja, nou nee, is camera. <laughs> nee, maar we hebben uh, signalen met uh, spelers onderling. Uh, ah, met Tom heb ik helemaal geen signalen, want... Het uh, ja, luistert uh, toch niet zo goed. Ik luistert toch niet. <laughs> <laughs> nee, we hebben signalen uh, met verschillende spelers. En uh, ja, dan, het is denk ik wel in het volleybal belangrijk... dat iedereen weet wat er gaat gebeuren... en dat iedereen zijn afspraak sprake na en als iemand dan uh, maar doet wat hij uh, op dat moment uh, denkt dat er uh, moet gebeuren, uh, dan heeft dat consequentie voor de persoon achter je. En uh, ja, ik denk dat het goed is dat op die manier dat het helder is uh, wat we gaan doen. En uh, nou ja, was het helder? Ja. Goed ja, ja. zo. Nou, dan uh, blijf ik lekker mijn jasje optrekken. <laughs> wat vind jij van het uh, afkijken van de signalen door tegenstanders en het doorgeven van eigen wat eigenlijk vindt? Nee, hey, dat is een oprechte vraag. Nou, ik vind uh, als dat een nieuwe norm is, dan moeten we dat met elkaar afspreken. En dan gaan we daar uh, methodes op uh, bedenken om dat bij elkaar te doen. Camera's erop zetten. En dan. Uh, ik uh, ben blij dat we uh, met de clubs onderling hebben afgesproken dat dat niet de nieuwe norm is. Um, en uh, daar wil ik het uh, bij laten. Ja, want ik refereerde daar. Want wij deden met liqueurs, Want wij weten dat je dat doet. Dus wij hadden mensen achter uh, het veld zitten. Uh, om door te geven wat jij, uh, wat jij deed. Uh, omdat er geen regel tegen is. Um, tot dat moment. En op een gegeven moment is er overleg geweest. En dan is het uh, clubs in overeenstemming met de Dus We doen het niet meer. En daarna hebben we het ook niet meer gedaan. Maar tot die tijd was er geen regel. In, in uh, België is het heel gebruikelijk dat Roeselaar en Mazaik bij elkaar de, de, de tv streamen. Afluisteren om te, zeggen, om te horen wat er in de timeout out van de ander gebeurt. Um, maar dat is op zich wel ook een. Ook een ja, moment geweest uh, dit seizoen. Um... Sliedrecht had het ook met uh, Limax. Er uh, ja. gebeurde hetzelfde ja, bij ja, die kant. Ja, ja. Nou ja, wat ik zeg. Uh, als dat de nieuwe norm is, dan moeten we dat met elkaar afspreken. Ik denk dat er wel een sp uh, sportmanship belangrijk is. Uh, je gaat vaak richting de grens toe. Wat er toelaatbaar is en wat niet. Voor mij is dit onsportief gedrag. Um, en natuurlijk is het iets wat uh, kan helpen. Um, alleen, ja, ik heb dat... Uh, uh, ook aangegeven, en uh, ik ben blij dat we met elkaar hebben afgesproken dat dat niet de nieuwe norm is. Uh, als dat namelijk wel zo is, dan moeten we daar wat dingen op gaan aanpassen. Maar dan wordt de sport wel anders. Ja. Janis, uh, bij welke clubs heb je allemaal gespeeld? Zaanstad, Inter Rijswijk en uh, Orion. Dat was hem. Volgend jaar ook Orion. We zijn nog bezig met uh, de onderhandelingen. Maar de intentie is om te verlengen. Steven Boermans, uh, professioneel beachvolleyballer en uh, vriend van de show, die vroeg uh, aan Dirk, uh, wat was jouw plan met betrekking tot teambuilding, teamvorming en welke activiteiten heb je daar bijvoorbeeld voor gedaan? Um, uh, ik heb uh, uitzichtloze situaties geprobeerd te creëren in uh, momenten dat we met team dingen gingen doen. Ik heb geprobeerd om uh, situaties te creëren waarin uh, je flexibel moest omgaan met, uh, met elkaar. Met Kun je jezelf. een voorbeeld noemen? We zijn na de eerste wedstrijd uh, van de competitie zijn we een wandeling gaan maken met uh, het hele team naar een onbekende locatie. Um, nou, dat heeft Meteen best... die avond. Ja, dat heeft best was lang. Uh... Wat vond jij ervan, ja, Tom? Ik... Ja, helemaal ruk. <laughs> en hoe lang was het wandelen? Veel te lang. Uh, ja, ik heb nog wel een flinke tiertoer genomen ook. Dus ja, ik denk dat we er al 2,5 uur ook. over gedaan hebben. Tweeënhalf, uh, drie uur. Ja. ja, ik denk het, ja, ja. Hoe laat waren we klaar? Ja, ik denk dat het tien minuten... Uh, nou, nee, ik denk een, een goede twintig minuten was lopen oh, anders zouden, geweest. Nou. Als we het rechtstreeks zouden hebben gedaan. <laughs> en dit maar ging via ladig, uh, En dan hier weer verkeerd lopen. En dan daar weer verkeerd lopen. En dan, ja. Nee, ik... Uh, every plan gets killed at the start. En uh, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt als je onder druk komt te staan in een finale. Je maakt een plan. Tegenstander slaat je op je gezicht. Wat ga je dan doen? Dat zijn natuurlijk lessen die uh, ik geleerd heb. Ook als trainer, maar ook als speler. En ik heb wel geprobeerd om uh, het team op die momenten naar elkaar toe te laten gaan. En, uh, um, en daar een oplossing met elkaar te gaan verzinnen. Ik sta uiteindelijk niet in het veld. Dus we zijn veel bezig geweest met, uh, met dat onderwerp. Um, ja, maar ook uh, elkaar leren kennen. Van... Uh, ja, waarom is de ander hier en, uh, en wat heeft de ander meegemaakt in zijn leven? Um, ik denk dat dat heel belangrijk is, want je bent allemaal speler, maar je bent ook mens. En onder druk uh, heb je elkaar uiteindelijk echt nodig om te vertrouwen. En dat, dan werkt dat niet alleen maar met aangeven wat je gaat doen, maar dan moet je weten wat de ander, uh, wat makes him tick en uh, waarom is hij hier. Dus daar zijn we veel mee bezig geweest. Dries vraagt: uh, waar liggen jouw ambities als trader? Ik blijf bij Orion uh, sowieso uh, uh, volgend jaar. En we hebben een uh, overeenkomst met elkaar afgesloten. Afgesproken dat dat voor een uh, onbepaalde tijd is. Ik heb het uh, hartstikke naar mijn zin als, uh, als trainer in Doetinchem. Uh, we maken mooie stappen. Er zullen binnenkort nog wel wat nieuwe stappen bekend uh, gemaakt worden. Uh, ik ga volgend jaar de Champions League in. Althans de voorronde. Uh, dus voor nu uh, heb ik het prima naar mijn zin Benikup. in Doetinchem ben ik ja, nee, ik ben een hartstikke jonge trainer. Ja, we hadden het net in het voorgesprek al over. Hè. Ik ben de jongste trainer uh, in Nederland uh, in de eredivisie op dit moment. En uh, ja, we hebben het altijd heel veel over leren, we hebben het altijd heel veel over ontwikkelen. En uh, ik ben daar voor mezelf ook nog steeds uh, elke dag mee bezig en ik leer superveel. En uh, dat is voor mij altijd het belangrijkste. En je zegt dus voor een bepaalde tijd bij Orion. Uh, logische vraag is: zou je ooit trainer in het buitenland willen worden? Ja. Ponscoach? Dus dat is waar jij het leren voor doet, zeg maar. Uh, ik, dat is waar je naartoe werkt. Uh, ja, ik uh, ben bezig met, uh, met mezelf ontwikkelen. En uh, ik heb veel geleerd in de afgelopen twee jaar. En uh, dit jaar ook. Want van verlies leer je veel, maar van winst leer je ook heel veel. En uh, dat is waarom ik uh, doe wat ik doe. Zolang ik uh, blijf leren en uh, met gasten samenwerk die gewoon uh, alles willen doen om, uh, om de beste te worden. Dat vind ik uh, een geweldige omgeving om in te werken. Noel vraagt, hoe ziet de komende tijd voor uh, Jannes en Tom uit uh, in de zomer? Jij staat op de longlist. Uh, jij op de lijst met Next Generation. Uh, hoe ziet jullie zomer eruit? Druk, ja. Uh, Belletje gehad dus van Henk-Jan. Henk-Jan Heldt, assistent bondscoach. Ja, dus woensdag gaan we naar Rotterdam toe. En dan uh, trainen. En dan kijken of dat we mee mogen naar uh, de toernooien. Ja, want dat is al met de laatste zestien. Ja. En dan gaan de veertien mee. Dus er vallen er nog twee af. Ja. En jij zit dus bij de laatste zestien. Laatste Jannes, met Next Generation. Uh, Redbad als hoofdcoach uh, en Tai als uh, assistent-trainer. Je hebt dat vorige zomer ook uh, meegemaakt. Hoe ja, is dat bevallen? Ja, zeer goed. Uh, ja, anders dan, uh, dan ga je een zomer krijgen waar je op een eigen manier fit moet blijven. En dit, dit was wel echt een unieke kans om uh, op gewoon een echt hoog niveau te, ja, fit te blijven. Ja, ik sta dan niet op de longlist. Nou ja, dat, uh, dat is dan zo, ja. Maar dan nog heb ik wel de kans om met zulke jongens te mogen trainen. En dat, uh, dat is al een bonus op zich. Had je dat verwacht, dat je op de longlist zou staan? Nee, niet per se. Maar ja, goed. Uh, er staan ook spelers op in de, die in de eredivisie voor mijn gevoel minder hebben laten zien. En ja, dan, uh, dan is de keuze aan de bondscoach uh, wat hij daarmee doet. Hoe kijk jij daarnaar, Dirk? Naar de positie van Jannes? Ja. Maar um, nou, ik denk dat Jannes uh, op alle componenten uh, iets uh, kan bijdragen. Zeker in Nederland heeft hij geweldig gedaan. Goede surf. Um, fysiek goed. <clears throat> dus um, ja, ik, ik vind dat, dat hij uh, daar een uh, kans uh, mag verdienen, ja. Het kan nog wel. Ik heb het vorig jaar meegemaakt vanuit de Next Generation, toch nog bij de Oranje A. Dus de deuren zijn nooit gesloten. En ik vind het alleen maar, zelf heb ik het al heel prettig ervaren en heel mooi. En jij, ik heb vorig jaar met jou het Next Generation programma gedaan doen en met Tom, we waren met ja, z'n drieën. Um, en het is één, goed om bezig te zijn. En de afgelopen jaren, dit is uh, sinds twee jaar, maar afgelopen jaren was er niks. Als je niet bij het A-team zat, dan had je in de zomer niks en dan was er geen, geen programma op. Ja, je op ziet het ook dan. wel bij de topploegen, dat uh, heel veel buitenlanders dan weggaan. Er zijn wat, wat spelers die dan stoppen. Ja, dan heb je gewoon een selectie van vier spelers dat er ongeveer overblijft. Ja, daar kan je gewoon niet mee trainen. En ja, dat zo'n programma nu gekomen is om dat eigenlijk bij elkaar te zetten en wel uh, die trainingen door te laten gaan, dat ja, vind ik eigenlijk alleen maar mooi. Kun jullie bedanken en uh, nog eens uh, feliciteren met uh, het kampioenschap in uh, de Best City Eredivisie Mannen. Um, zullen we nog één keer naar het kampioenspunt kijken? Elkaar... ik wil wat aan jou Wil je nog wat toevoegen? Ja. ja? Want hoe is dit nou voor jou om, uh, om, om dat zo in twee verschillende petten eigenlijk de hele tijd uh, mee te maken? En uh, hoe, hoe ervaar je dat? Dit is het ergste wat er is. <laughs> <laughs> ik vind dit echt verschrikkelijk. Ja, ja, het is hele... waarom, waarom doe je het? Omdat ik uh, de passie en de liefde voor de sport toch overheerst, en het ook de plicht is die erbij komt kijken en ik ben dit twee jaar geleden begonnen en toen eigenlijk totaal niet nagedacht ja wat als je verslag gaat doen van de eredivisie maar je wordt geen kampioen en dat gebeurde vorig jaar stond ik niet in de finale, ze eindigden we met Likurgus ook als derde en toen had ik de eerste finale wedstrijd kon ik het niet over mijn hart krijgen om te gaan kijken, toen heb ik iemand anders gestuurd hebben we een social media verslag gedaan ik vond het echt verschrikkelijk ik gunde het niemand, ik wilde dat jullie allebei verloren, ik was voor die wat tegen alles en uh, toen uh, uh, sprak ik uh, Wilco uh, Nijland, uh, de, de goede vriend van me, die me heel erg helpt bij deze show. En die zei, uh, ja, dat kan niet Jeffrey. Jij bent presentator van tijd tijd volleybal staat ergens voor, voor de Eredivisie. Uh, dus hoor jij daar te zijn. Mm. Dus de tweede wedstrijd was ik er. Um, en dat heeft ook geholpen om daar overheen te zetten. Um, mm. En deze afgelopen finales heb ik met iets beter gemoed kunnen kijken. Um, maar ja, ik vind het best wel vervelend. Dus mm. dan zetten we hier de bekers neer en dan denk ik, ja, verdomme. Ik wil voor de derde keer met name op die beker. Oh, ik vind het knap van je. <laughs> Dankjewel. Maar ik vind het wel echt oprecht leuk. Dus ik, mijn liefde voor de sport is wel echt veel mooier. Dat ik denk, ja, het is wel gewoon de allermooiste prestatie die er is. En die hebben jullie dit jaar geflikt en niet ik. Uh, en die verdient net zoveel roem als dat ik het uh, zelf zou doen. Ja, gefeliciteerd. Nogmaals, laten we <laughs> kijken naar het laatste punt. Yes. We gaan de finale van de Eredivisie dames bespreken. Daar staat het 1-0 voor Friso Sneek. En met Henriette Terstegen, Stegen, assistentcoach bij Sneek. Harry van der Brink, de wondercoach van Dynamo. En Maarten Tip, commentator van de NOS. Gaan we de damesfinale bespreken. Uh, wat vind jij van Maarten Tip, Dirk? Uh, Corrie V, hè? Van het, uh, voor het uh, presentaat. Nee, ik kan hartstikke goed met Maarten. Maarten is... Uh, we hebben natuurlijk ook co-commentaar cool gegeven. En... Uh... Herkenbare stem. Je had alleen nog een kat, tekening. Ja, die heb ik en uh, die weet uh, Maarten. <laughs> Oké, okay, misschien vraag ik het hem wel. Uh, afgelopen seizoen <laughs> maakte van iedere wedstrijd van de Bed City Eredivisie Mannen een samenvatting van de kampioenswedstrijd. Er zijn de wedstrijdbeelden niet beschikbaar, dus kunnen we geen samenvatting maken zoals jullie van ons gewend zijn. Maar voor de apotheose van het damesseizoen maken we een samenvatting van alle finale wedstrijden. We kijken naar het eerste finale duel in de Best of Three-serie tussen Fries of Snake en de Hollandse Pot en zo VV Utrecht. Het is tijd voor een samenvatting van de Eredivisie. Dames, we zijn in de Sport Sporthal voor het eerste finale duel tussen Friso Snake en de Hollandse Pot en zo VV Utrecht. Een herhaling van de finale serie van vorig jaar. Toen trok Friso Snake aan het langste eind. Deze finale is een best of three. Twee gewonnen wedstrijden betekent de titel kampioen van Nederland. Deze eerste finale is dus cruciaal voor een goede start. Maar dan al meteen een bepalend moment in de eerste set. Anna Rekar wil hier de overpaas slaan, maar haar knie schiet de verkeerde kant op bij het en ze valt geblesseerd uit. Zij vertelde ons dat de verwachting minimaal een voorste kruisbandblessure is. Maar binnenband en meniscus zijn niet uitgesloten. De Hollandse pot en zo VV Utrecht moet dus verder zonder eerste spelverdeler Rekar. Zij wordt vervangen door tweede spelverdeler Robin van de Velden. Setpoint voor Friso Snake. Spelverdeler en aanvoerder Nink Oud maakt het af met de ace 1 van haar drie aces. Deze wedstrijd verzegelt de eerste set. En zo wordt het 1-0 voor Snake. 18-18. Paas is nog steeds goed bij VV Utrecht. Mooie omloopbal. Goede paas van Emma Rekar. Dit balletje eroverheen. Gaat nog goed. Nink Oud probeert door te tikken. Maar Rekar zit daar ook bij. En dan hier de bal in het blok. Maar de scheidsrechter oordeelt voor vier keer spelen. De bal zou dus het blok niet hebben geraakt. En alleen via de netrand terugkomen. Laten we terugkijken in de challenge raakte de bal hier ja of nee de arm van uh, Riks van der Wal in de blokkering lijkt van wel en Utrecht had dus eigenlijk door mogen spelen 23-21 in de slotfase van set 2 weet dus ook Freezer Snake het om te draaien de big points naar zich toe te trekken 24-21 setpoint voor Freezer Snake Goeie serve. Paas is weer goed bij de Holland Spot en zo. VV Utrecht, krachtige bal van Marley Bak. Maar gaat niet naar de grond. Freeball voor VV Utrecht. Ietma Paas, Ietma krijgt terug. Maar staat in het blok van Nienke Hofstede. En zo wordt het 25-21. Op de surf van Riks van der Wal, komt Snake op matchpoint 24-18. Freeball voor Snake. Nienke Out kiest voor de omloopbal met Hofstede. Kielblok van Marley Bak. Bak was topscorer van deze wedstrijd. Met met 11 punten. En brengt de VV Utrecht dus op 24-19. Strakke paas van Gelder de Boer. Goede aanval van Annick Siebring. Freeball is scherp. Robin van der Velde komt er niet goed bij. En wordt afgefloten voor twee keer spelen. Zo wordt het 25-19 voor Friese Sneek. En winnen zij de eerste finale wedstrijd met 3-0. De hele samenvatting vind je op ons YouTube-kanaal en ook de komende twee finales maken we een samenvatting van de beste momenten. Um, welkom aan tafel, drie nieuwe gasten. Maarten uh, Tip, NOS-commentator en uh, de stem van uh, ja, alle belangrijke en alle finale wedstrijden van de Eredivisie mannen en dames. Uh, hoe heb jij gekeken naar de mannenfinale? Ja, ik, ik vond hem mooi. Uh, uh, vooral dat het in de halve finales al allemaal over vijf wedstrijden ging met allemaal vijf zetters. En dat het in de finale ook weer zo begon. Dus dat de spanning er volop zat. Ik heb alleen wel vanaf het begin het gevoel gehad... dat, uh, dat Orion de titel zou pakken. Want ik vond ze gewoon sterker. Waarbij ik uh, wel een, een compliment voor Red we daar nog weer geven. Dat hij toch weer zo'n team weet op te laden. Weer min of meer of nieuw begint aan het begin van het seizoen. En het toch weer klaar weet te spelen dat het in de finale staat. Daar ga je toch dus, weer uh, Maarten? Ja, dit was de het, kritiek weet van Dirk Sparidans ja, hiervoor. Dirk wilde het niet horen. Maar die vond ook te ik, veel een Red Bad aanhanger. Ja, nou, aanhanger is een beetje een groot woord. Maar... Ik, ik vind het wel bijzonder wat hier gebeurt. En, uh, het, is, uh, het is een negende titel, geloof ik. De negende landstitel. Uh, 26e prijs in totaal, volgens mij. En steeds doet hij het weer. Dus dat vind ik echt uh, heel knap. Alleen, ja, het was wel duidelijk. In deze finale was Orion gewoon. En uh, die, die pluim hebben ze ook echt verdiend. Ze waren gewoon de beste. Ze waren het hele seizoen de beste. Dus uh, wat dat betreft heeft Dirk het als coach ook uh, prima gedaan. Dus. Uh... Met een knipoog uh, die pluim voor Redbat. Maar die, de, de, de grootste pluim is natuurlijk voor Orion. Een andere pluim uh, bij de dameskant is voor Harry van der Brink. Hoofdcoach van de Die daar hoort dames één. Halverwege het seizoen aangesteld. Alles gewoon in de B-pool. Uh, Zwolle uitgeschakeld in de kwartfinales. En regerend landskampioen Friesel Sneek uh, gedwongen tot een golden set. Een ongelooflijke run. Uh, waardoor denk je dat jullie tekort kwamen in die golden set... in die laatste wedstrijd tegen Sneek? Oeh, als je het uh, heel... Uh, Zwart-wit zou ik moeten zeggen op ervaring. Zij hadden daar meer van? Ja, zij hadden gewoon een uh, aantal dames die, uh, die al uh, uh, iets langer volleyballen. En, uh, we spraken voor die tijd hierover en toen zei ik: van, ...ja, Als je kijkt in Nienke, de spelverdeler van, uh, out. van Snake, die is 30, en uh, Luna Strikwe daar bij Dynamo, die is 18. Uh, ja, ik denk dat dat al het, uh, het verschil is. Ja. Ik heb een ander verschil gemerkt. Ik heb jouw takeover gevolgd bij Drijfsma Dynamo. En jij had een visualisatie over de finale wedstrijden met beschuitjes. Ja. En de 1-3. En die had je hartstikke goed, want het werd 1-3. Ja. Maar je hebt die goal de set niet gevisualiseerd. Ja, dat was ook uh, achteraf wat ik te horen kreeg van iedereen. Dat had je moeten doen. Dus ik had, ja, ik heb nu... Achteraf had ik nog een half aangevreten beschuitje moeten doen. Ja, precies en die ook naar de kant ja, en, van en, de, ja, die ja, ja, dat was, was helaas. Maar we ja, super trots op die meiden, wat ze gepresteerd hebben en ja, waar ze vandaan kwamen. En ze hebben het goed gedaan. En Henriette Teegel, assistent van Friso Sneek, waardoor denk jij dat het verschil is gemaakt in die halve finale? Ja, ook wel ervaring, denk ik. En, en we kennen Harry natuurlijk, dat scheelt ook. Hè? Dat, ja, je hebt dingen, je weet als het aan uitkomt. En uh... Ja, dat hij wel wat bedenkt. Dus daar uh, ja, er waren we wel scherp op. Maar uiteindelijk, die vijfde set, uh, ja, ook wij stonden met de rug tegen de muur. Maar dan is het toch een stuk rust wat er is. En uh, ja, ervaring uiteindelijk, denk ik. Ik heb je al gevraagd uh, om uh, een opvallend uh, veelzeggend of grap uh, grappig moment uh, uit de afgelopen tijd mee te nemen. Over de finales van de Eredivisie Dames gaan we het zo hebben. Uh, jij wil ons meenemen naar uh, Italië, naar uh, La Regina, die Coppa Italia, Robin de Kruif. Uh, werd afgelopen week kampioen van Italië. Ja. Um, en jou uh, ja, viel eigenlijk de, de, het hele gebeuren rond dat kampioenschap op. En haal, ja, want ik, ik volg het natuurlijk ook via Instagram en dat soort dingen. En ik zag ineens overal uh, Grazie Robin. Uh, weet je, dus ik denk, huh? is dat dan inderdaad. Uh, is het de afscheid van Robin de Kruis? Stop ze bij Corneliano. Dus dan zoek je even contacten. Dat doe je als journalist. Dus, uh, en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Alleen ja. Zij nemen op het moment dat wij hier zitten, nemen zij hun eigen podcast op. Hè? Uh, uh, hoe heet het weer? Over de Top. Over de Top, inderdaad. En um, daarin gaat ze bekendmaken wat ze, uh, wat ze gaat doen nu. Dus uh, ja, het viel me inderdaad op dat het nergens werd opgepikt van uh, overal, overal Robin bedankt. En nergens las ik nog van, uh, goh, ze gaat wat nieuws doen. En wat gaat ze dan doen? Dus... Um, Elke vollebellen liefhebben heeft deze week twee opdrachten. Deze podcast bekijken. En vervolgens ook de over de topcast bekijken. Maar dan kunnen we eigenlijk wel speculeren over wat gaat ze melden. Wat denk jij? Wordt het een andere club of gaat ze haar pensioen aankondigen? Ik is heel gelukkig met iemand in Australië, volgens mij. Dus wie weet, zou het zomaar down kunnen worden. Maar ik weet het echt niet. Dus het blijft gokken en speculeren. dan... Daar ben ik niet zo van. Ja, ze is recent verloofd en, uh, met een Australier. Uh, en uh, misschien verhuizen ze daar wel naartoe. Ja. Oké, okay, jij wil dan niet speculeren? Als maar ik haar naar deze heb bekeken, terug heb gekeken, ga ik meteen die andere podcast. Heel doen. goed. Wat, als jullie wel speculeren, wat denken jullie dan. Gaat Robin de Cruijff ergens anders dan nog verder een jaar? Of zegt ze: ik stop? Ja, dit is ook het absolute hoogtepunt natuurlijk. Uh, of zegt ze: ik stop? Ik schat dat ze stopt. Ja, ik denk het ook. Maar zeg nooit nooit. Dat heb ik ook al geleerd. <laughs> ik ben dit jaar ook gestart. Komen we zo nog op? Ja. Nee, maar, uh, nee, maar ik denk dat ze... Het is natuurlijk weer een fantastisch hoogtepunt wat ze haalt. En uh, ze heeft wel een fantastische carrière. Dus, uh, maar ik weet niet... Ik, ik weet onvoldoende hoe ze er fysiek voor staan. Dus uh, ja... Nou, daar hoeven mensen eigenlijk niet meer te luisteren. Dan hebben ze hier de primeur gekregen. Robin de Kruijf stopt. Wow, Jij kan het luisteren. koppen als NOS. Uh, Robin de Kruijf stopt uh, na uh, zeven landstitels in, uh, in Italië. Uh, Henriette, jouw uh, moment uh, gaat naar de halve finale uh, tegen uh, Dreysema Dynamo. Het uh, matchpoint uh, hebben we nog even meegenomen. Zullen we eerst kijken en dan bespreken? Ja, is goed. Laten we dat doen. Weer een afgeladen Sneker Sporthal. Het zat uh, weer goed vol, ook voor de finales nu. De eerste finale wedstrijd. Uh, en jij wou twee mensen uh, in specifiek nog eruit uh, pikken. Ja, als je hier kijkt, het, het gaat niet eens zozeer om dat het de wedstrijd tegen Harry was. Maar het gaat me meer om de, de sfeer in, in de Sporthal. Uh, we zijn gezegend met ontzettend veel publiek. En uh, gedurende het seizoen ook. Hè, niet alleen bij finale wedstrijden. Uh, ik vind dat zeer bijzonder in, in de damesvolleybal. Uh, het geeft een extra dimensie ook voor de speelsters. Um, maar dit wordt mede mogelijk gemaakt door uh, heel veel vrijwilligers, maar in het bijzonder twee mensen. En ik denk dat veel clubs zijn die van zulke soort mensen hebben, maar. Uh, een Klaas en een Tjitske. Uh, vandaag heb uh, ik van hoe lang doen jullie dit al? Uh, Klaas doet het 40 jaar, Tjitske doet het 30 jaar. En we mogen ze dag en nacht bellen en ze staan daar. En um, als ik zie wat die mensen doen, dat is, dat is goud. Waar. En ik wil helemaal niemand vergeten, want iedereen, er zijn zoveel, daar drijft de club op. Alle vrijwilligers, uh, dankzij hen mogen we dit zo beleven. Maar die twee vind ik uitermate bijzonder. En uh, wat, wat zijn hun taken ongeveer? Wat, wat, wat doen ze zei, allemaal? Wat, wat niet. Wat doen ze niet? Oké. Okay. Het is uh, coördineren van scheidsrechters. Op Koningsdag staan ze die zaal op te bouwen. Alle zaterdagen staan ze van ochtends vroeg tot avonds laat alle wedstrijden te begeleiden. Jitske Fluit en Klaas, Fluit ook. Ik weet niet hoeveel wedstrijden voor de club. Um, mijn, 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 mijn opstellingsbrief wil ik zeggen: de, de, de licentielijsten is Al in voordat de competitie begint, die ligt al klaar. Uh, de ballen nemen ze in, uh, de kleding van de ballenkinderen staat te wassen. Tjitske telt alle wedstrijd. Nou, je, je kan het niet bedenken gewoon. En dat is ook voor de hele club, niet alleen voor dames 1. ontzettend veel voor dames 1, maar voor de hele club. En dat is net wat ik zeg: er zijn meer mensen hè, in Nederland. Uh, maar voor ons, voor Feces Snake, zijn dat uh, voor mij in ieder geval de twee mensen dat uh, goud waard. Ja, en vrijwilligers zo ongelooflijk belangrijk voor het hele, niet alleen het eerste team, maar voor. Voor de hele vereniging. We zijn ja. de grootste zaalsport in Nederland. Uh, maar het is uh, ja, grotendeels geteerd op, op uh, vrijwilligers. Uh, die overal inderdaad alle handen uit de mouwen steken. En allerlei klusjes doen. Uh, die niet heel duidelijk gedefinieerd zijn. Nee, alleen maar. Nog, nogmaals, ik wil niemand voor het hoofd stoten bij Sneek. Want er zijn er zoveel. Maar 40 en 30 jaar. Ik denk dat er niet zo heel veel mensen zijn die dat overtreffen. Nee, dat is heel bijzonder. Uh, ja. Ja. Volledig mee eens. Ja. Fantastische mensen. Mooi. Uh, over die halve finales laten we een beetje naar, uh, naar het sportieve gaan. Uh, want ik, ik ben wel even benieuwd, Henriette hoe dat bij jullie leeft. Friso Sneek, jullie spelen tegen Drijsma Dynamo. Uh, een oud Harry, dus dat is gezellig. Maar Dynamo heeft wel tien keer gewonnen in de B-pool. Ja. En uh, dan denk je misschien toch wel, oké, okay, dit wordt een lastige klus. Ja. En dan komt die eerste wedstrijd. En dan uh, win je, dus dat gaat, uh, gaat oké. Okay. En dan komt die tweede wedstrijd en die verlies je. En dan heb je ook weer drie minuten tussen de vierde set en de golden set. Om iets te bespreken met het team en te denken oké, okay, het is nog maar 15 punten. Maar wat gebeurt er dan in het team? Hoe uh, leeft het team dan richting die laatste 15 punten toe? Um, er is iets. Ja, yeah, in het team. Het uh, het verbleekt nauwelijks. Hè? Als het minder gaat, als het heel goed gaat, het is, het is mentaal behoorlijk stabiel. En natuurlijk, uh, uh, die vierde set verliezen we dan. Hè? We geven setpoints weg. Uh, maar geen moment dat ik ook maar iets voel van uh, onzekerheid. of hè, het, het is weer. En eigenlijk, ik moet heel eerlijk toegeven, is het ook wel een stukje van Harry van vorig jaar. wat hij meegegeven heeft. Hè? Uh, het is uh, een potje en je begint weer opnieuw. En um, de, het is een nuchter team. Het is een heel nuchter team. met veel ervaring inderdaad. die dus al heel veel kennen. Um, ik heb niet gevoeld dat daar een. een, een meer zenuwen zijn of, of nee. Het, dus er was eigenlijk niks bijzonders nodig, zeg maar. Nee, we, we beginnen weer opnieuw. Ja. En, en daar werd niks speciaals gezegd. Of, of hè, we moeten het nu gaan doen. Of, helemaal niet. Het, eh, we wisten dat dit kon gebeuren. We wisten dat het een super taaie tegenstander was. Donderdag ging ook niet vanzelf. Dat was ook allemaal close sets. Natuurlijk uh, hebben we van tevoren al die wedstrijden bekeken. Dus ik had, hè, we hebben ze al gewaarschuwd van. Hé, we, dit, uh, dit, dit wordt sowieso niet makkelijk. En, uh, en ook die twee sets was niet van: dat gaan we wel even doen. En eigenlijk zitten we helemaal zo in ons team uh, in alle wedstrijden. Van: dit gaan we even doen, dat bestaat niet bij ons. We gaan dit doen, we gaan dit spelen en uppakee. Dus um, ja, dat is het mooie kwaliteit, vind ik, van dit team. Het, het, het rustige, het steady in het hoofd. En af en toe, uh, soms gaat het niet, loopt het niet zoals je wil en dan moeten we even de bottebel door. Nou ja, daar zijn wij dan voor. En uh, ja. Dat uh, is, een, is een hele grote kracht, rust. Wat voel jou op aan uh, de finale fase van de Eredivisie, dames? In totaal, mijn moment zeg maar. Ja. Eigenlijk, uh, uh, nou, dat was een beetje uh, Jorgen Radstaken, uh, mijn assistent bij, uh, bij Dynamo, die, uh, die vroeg mij in december: van... Goh, uh, uh, we zoeken nog iemand voor de tweede helft zeg maar om, om het te doen. Uh, en toen zag ik het programma. En Dynamo stond er nog niet zo rooskleurig voor. En ik had me niet zo verdiept omdat ik ging stoppen. En ik hoorde dat, uh, ja, dan moeten ze in die B-pool spelen. En ik denk, ja, dan spelen je eigenlijk voor niks. En toen zei, ik, nou, is dus dit jaar anders. Want uh, uh, de, de nummers 1 en 2 vanuit de B-pool, die gaan nog weer strijden. En dat was voor mij uh, de ommekeer om ja te zeggen. Anders had ik geen ja gezegd. Uh, dus ik denk, dan is er in ieder geval nog perspectief. En dan heb ik nog in, in ieder geval even tijd om met het team aan de slag te gaan. Ja, want anders doe je het nergens voor, want er is ook geen degradant. Nee. Dus dan speel je bamboetjes ja, tegen je, elkaar. Ja, om ja, zo dan speel dan speel je een het paar dan voor de competitie uit. En dan denk ik, ja, dan, uh, um, ja daar, heb je, daar had ik niet zoveel trek in. Uh, omdat je wel perspectief moet hebben. En uh, ja, wat er uiteindelijk dan wel opvalt, is dat uh, Utrecht nu in de finale staat. En die tweede is geworden in de b -pool. En uh, wij. Uiteindelijk ook Zwolle hebben uitgeschakeld en uh, uh, uiteindelijk het loodje moesten leggen tegen Sneek. Maar uh, uh, dat de mensen uit de B-pool dan toch nog uh, uh, volle bak mee kunnen doen. Dus aan de ene kant is dat het mooie van de, van de competitie opzet. En aan de andere kant ja, kun je ook kijken, of als ik aan de A-kant zou zitten, van hey, wat is dan de meerwaarde? Dat je maar zo, zo weinig wedstrijden speelt. Dus het, er is van beide kanten wat van te zeggen. Ja, want dat is, hoeveel stond de Dynamo toen jij aankwam? Achtste volgens mij. Achtste toen nog ja. in de reguliere competitie. Ja. Uh, toen begon de, de B-pool. En voor het begrijp, begrijpelijk is het misschien makkelijk om te zeggen: jullie eindigen dan als vijfde en uh, treffen dan nummer vier. Ja. Uh, en schakelen die uit. En Utrecht eindigt als zesde en uh, schakelt nummer ja. drie uit. Ja. Um, dat is op zich inderdaad wel heel bijzonder. Hoe heb jij gekeken naar die ontwikkeling dat die teams dus weten te schoppen tot de halve finales? Ja, nou ja, dat vind ik inderdaad wat mooi aan de, de B-pool dat je nu niet vanuit de B-pool kansloos bent en nog perspectief hebt inderdaad om omhoog te komen en dat ook nog blijkt dat het werkt, dus dat twee clubs vanuit de B-pool uiteindelijk heel ver komen. Wat ik dan wel, wel jammer vind is dat uh, het uiteindelijk via een golden set beslist okay. moet worden. Daar had gewoon op zijn minst een best of three moeten zijn, wat mij betreft, want dan wordt het toch weer iets anders. Want dan had Dynamo, eh, hadden jullie de tweede wedstrijd gewonnen waarschijnlijk en dan was het op een derde wedstrijd aangekomen. Um, omgedraaid, want die dan was de eerste uh, in sneek geweest en weet je, dus dat ja, dat, dat vind ik jammer, maar voor de rest uh, die opzet met met die pool is prima op deze manier, dus het enige voor volgend jaar de suggestie zou zijn, doe het op zijn minst een best of three dan. Gewoon een best of three, want na die vijf, Marco Roper heeft wel ons gezegd, ja, die vijftien punten is ook een beetje loterij, want het is net, ja, hoe, hoe overleef je ook drie, vier of vijf sets? En kan je dan nog vijftien punten spelen? Ja, en ook als je twee wedstrijden speelt, in hoeverre heb je dan het, het thuisvoordeel? zeg maar? En als je drie wedstrijden speelt, heb je de eerste en de derde ja. thuis als hoogst geplaatste ploeg. En nu heb je alleen thuisvoordeel voor de golden set? Ja, en dan moet je de eerste hebben jullie door de weg gespeeld, volgens mij. Ja, de eerste, ja we hebben maar. dat niet als een voordeel ervaren, nee. inderdaad. Hè, uh, men kan zeggen: Oké, okay, uh, je voordeel wordt de Golden Set, maar je moet er maar eerst zien te komen. En uh, zoal. Uh, Utrecht ook deelde forse tikken uit uh, de eerste doordeweekse wedstrijden. Ja, dan sta je als Apel-team uh, meteen wel met de rug tegen de muur. En moet je al gaan winnen. Ja, want de bollen hebben niks juist aan dat thuisvoordeel in die golden set nee, gaat Want nee, is er wat? niet gekomen. Nee. En eh, juist ook, bij ja. de vrouwen. Kijk, bij de mannen is, is, uh, de, er zijn er een aantal die wel uh, uh, meer richting full prof gaan. Ook niet volledig. Maar juist bij de vrouwen zijn er heel veel. Ja, we hadden het to toevallig na de wedstrijd laatst, uh, gisteren nog over. Um, uh, uh, ja... Uh, dat je uh, mensen hebben gewoon een baan daarnaast. Dus die ja. moeten dan sneller weg van hun werk en gehaast richting Apeldoorn dan in dit geval. Ja. En dat komt dan het spel uiteindelijk ook niet ten goede. En als je dan een best of three hebt, dan heb je de eerste en de laatste, als er een derde komt, heb je thuis. Ja, maar ik weet wel dat, want ik heb ook navraag bij de Nervobel gedaan van waar komt dit uh, vandaan, dit systeem en wie bepaalt dit. En dat zijn uh, uiteindelijk de Eredivisie Club zelf, want het is een Eredivisie overleg. En ik weet ook in deze twee wedstrijden, en zo weinig wedstrijden ook, twee wedstrijden, en dan best of drie ook de finales, is ook natuurlijk weinig. Want Sneek heeft nog maar één wedstrijd kampioen nodig en dan is het zomaar over. Um, maar dat is ook omdat er niet uh, graag op zondag gespeeld wordt. Um, dus zodat je door de week een zaterdag kan hebben. Want zondag is moeilijker om ook voor clubs uh, het voor elkaar te krijgen qua vrijwilligers. Um, ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor door de week. Maar als je drie wedstrijden speelt, moet je ergens alsnog door de week spelen speel je twee in het weekend misschien, maar je moet ergens nog door de week spelen. Ja, maar je zit dan wel in een fase hè, waar, het, waar het, nou, ik denk wel mogelijk is om door de week te gaan spelen, zeker. Hè, want, wat nu ook erg jammer is, uh, je, je, wat je dan ziet bij Assen. Uh, was bij jullie ook, weet ik even niet, maar na twee sets was het daar gedaan. Dan heb je een vol huis en het is na twee sets gedaan en je moet nog een set door en het publiek is eigenlijk al klaar, die heeft niet helemaal meer begrepen. Ja, dat is gewoon een anticlimax. En dat is, dat is gewoon super jammer. Ja, die Europese regels, dan moet je, want dat is het Europese systeem. Ik snap systeem het in Europa, dat is heel ja. duidelijk. Zeker. Want ik heb ooit bij Longa meegemaakt dat er de dag daarna een extra wedstrijd gespeeld werd, ja, wat ja, natuurlijk spectaculair was. Maar ik snap dat ze daar op een gegeven moment uh, een verandering Maar ik vind voor een Nederlandse competitie helemaal voor de ontknoping, dus de belang belangrijkste fase van de competitie. Ja. ja, is het een beetje te kort door de bocht, zeg maar. Harry, uh, nog even over jouw, uh, jouw run en jouw. Uh... Ja, de korte carrière bij uh, ja. met Dynamo, dames heen. Uh, de, de, jij zat toen bij ons aan tafel, uh, de, de, aan het begin toen je aangesteld werd. En toen zei het, het belangrijkste wat er nu moet gebeuren is de meiden vertrouwen geven. Uh, want ze kunnen volleyballen, uh, maar ze moeten het vertrouwen krijgen zodat het er ook uitkomt. En dan spreek ik met speelsters en anderen en dan hoor je ook daadwerkelijk, het is een trainer die doet wat hij zegt en niet alleen maar mooie praatjes. Uh, is dat in jouw ogen ook wat het succes is geweest waardoor jullie het hebben om kunnen slaan van achtste naar zesde? De vijfde. Um, ja, aan de ene kant, ik, ik, ik ben iemand die, die mij de vertrouwen geeft. Uh, en en uh, ik probeer zo, du zo duidelijk mogelijk te zijn. En, en uh, uh, uiteindelijk moeten zij het doen. Ik heb bij Dynamo op een gegeven moment ook een keer uh, gezegd, zeker aan het begin, de meiden moeten weer leren winnen. Want uh, in de mindset moet er wat gebeuren. Ook het vertrouwen krijgen zelf met het team dat ze, dat ze het kunnen. Ja, en als, uh, als de kwadjes gaan vallen en, uh, en, en ja, je gaat elkaar een beetje begrijpen. Uh, in, 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 in taal ook. En wat bedoel je precies? En, en, uh, en dan, wordt het, ja, dan wordt het makkelijk. En dan kun je samen op uh, uh, een, een wedstrijd winnen. En dan is uh, kijk, de wedstrijden aan zich. Ja, daar heb ik niet meer zoveel invloed. Dan moeten zij het toch doen. Maar uh, je bent daarvoor bij je bezig om het om het plannetje te maken, om te kijken wat gebeurt er? Wat doen wij goed? Wat doen de tegenstander goed? En hoe kunnen wij de tegenstander ontregelen? Want waar zit dat vertrouwen dan concreet in? Ben je heel erg positief en bemoedigend richting als Ja, is het... ik probeer altijd wel positief te zijn. Uh, kijk, als ze fouten maken, dan weten ze zelf ook wel dat het fout is. Ik hoef niet te zeggen, Goh, dat was niet zo handig. Dat weten ze zelf ook. En uh, uh, ik, ik probeer wel echt alles positief te, te benaderen. En ik probeer ook altijd uh, positief vooruit te kijken. Uh, en een van mijn uh, termen die ik altijd, altijd uh, uh, benoem is, uh, je moet vooruit volleyballen. Uh, want je ziet heel vaak dat mensen uh, stilstaan bij een fout. En als je stilstaat bij een fout, dan kost het je zomaar twee, drie, vier punten. En eigenlijk is die fout, uh, ik heb het bij Sneekwijk genoemd, dat is uh, sneeuw van gisteren. Die is geweest, die komt niet weer. En uh, dus dan moet je, uh, je moet vooruit en, uh, en, en de volgende bal is er alweer. En je moet gewoon zorgen dat je klaar staat voor de volgende bal. En, en, uh, en de afspraken houden uh, die, we, die we van tevoren hebben gemaakt. Ik kan hier alweer twee tegeltjes opschrijven. Vooruit volleyballen. En uh, fouten is als de sneeuw van gisteren. Dat ja. vind ik ook wel mooi. Ja. Ja. Ik, ik weet nog heel goed dat jij toen hier te gast was... en de dag daarvoor speelden jullie tegen Sliedrecht. En uh, dat kwam tot een vijfzetter. En in de vijfde set... Uh, ik zat die wedstrijd te kijken en uh, jouw paasloper Dagmar uh, was niet zo goed bezig. Uh, ze ketste een paar ballen, ze scoorde niet. Uh, ik dacht echt waarom haalt de Araya niet uit? En toen zat je hier ook daarna en toen maakte ik geloof ik ook een kleine opmerking. Een beetje de journalisten bij kwam naar boven van uh, de scorebordjournalist van waarom gaat ze er niet uit? Ze heeft te veel fout gedaan. Is dat ook onderdeel van jouw tactiek om speelsters vertrouwen te geven dat het niet meteen afgeserveerd is na een aantal fouten? Nee, ik, ik, ik het uh, oh, is Afhankelijk van de situatie, ik weet, ik weet zo niet meer scherp die situatie, maar het is wel afhankelijk van de situatie. Kijk, als er te veel fouten uh, zijn, moet je op een gegeven moment als coach moet je ook ingrijpen. Maar ik, ik ben niet van één, twee foutjes, oké, eruit. En, uh, uh, want dan dat creëer je heel veel onrust. Uh, sowieso in je team, want er komt iemand anders weer in, uh, die toch weer andere kwaliteiten heeft. Maar ook juist bij die persoon zelf, Van die denkt, ja, ik, ik mag maar twee fouten maken en die moet eraf. En, en op het moment dat ze ook ervaren van, oké, okay, ik hoef het niet bij elk punt af. Ja, dan spelen ze ook meer met vertrouwen, denk ik. Hoe hebben jullie naar de eerste finale wedstrijd gekeken? Sneek uh, tegen VV Utrecht, een herhaling van vorig jaar. Uh, waarbij het vorig jaar misschien iets logischer was, want Utrecht was uh, ploeg nummer één van het land en Sneek ploeg nummer twee. Uh, nu natuurlijk heel anders, Utrecht uh, ploeg nummer zes en uh, Sneek ploeg nummer één. Uh, hoe heb jij naar de eerste finale wedstrijd gekeken, Maarten? Nou, ik was vooral heel benieuwd voorafgaand aan het duel. En er uh, waren vooraf ook wat interviews met, uh, met beide coaches, dus ook met uh, Vera Koenen. Want als je in de artikelen leest, dat, uh, dat omdat zij alweer weggaat na één na seizoen, lees je wel dat het tussen haar en de ploeg niet helemaal een klik was. Dus ik vond het heel interessant om van tevoren van haar ook te horen: van, goh, ik heb mezelf als coach ook moeten aanpassen. Um, en dat daar dus toch wel zoveel veranderd is in die ploeg. Dus voor haar als coach, maar ook de ploeg naar haar toe. dat ze op een of andere manier toch naar elkaar toegegroeid zijn. Dat ze er stonden in de finale. En dan begint zo'n finale 3-0 achter 6-3 voor. Dan denk ik van ja, hey, er gaat toch wat moois gebeuren hier. Nou ja, en dan krijg je het moment van uh, Anna Rekar. Die uh, helaas geblesseerd uitvalt. En het heeft gewoon een grote impact op het team. En dan krijg je ook van dan blijf je een beetje daarin hangen uh, een aantal speelses. En, en uh, het maakt ook indruk, dat is logisch. Um, dus dat was wel een soort breekmoment uh, in die wedstrijd, waar ze echt tijd voor nodig hadden om eroverheen te komen. En dat was jammer. En uh, ja, kijk, vooraf heb ik Sneek natuurlijk wel als favoriet bestempeld. En dat uh, konden dus ze op dat moment helemaal uh, ook waarmaken. Ja, want Anne-Rekkaart ging uh, toen in die eerste set al. Uh, dus ze sprongen voor de overpaas die wou ze afmaken. Uh, ze scoorde wel, maar ze kwam heel ongelukkig terecht. Uh, de knie klapte naar binnen en ze moest gewisseld worden. En het was ook uh, einde wedstrijd. Denk je dat dat uh, bepalend is geweest in het wedstrijdverloop? Kijk, dat ze iets impact heeft, dat, dat lijkt me meer dan logisch. Maar. Uh, ik ben het niet helemaal met Maarten eens, want zij gingen wel gewoon door. Het klapte niet in elkaar. Hè? Het ging tot 1717 17 gewoon door, uh, gelijk op. En. Uh... Ja, ik denk dat Van der Velde daar dan toch uh, ook goede dingen staat te doen. En natuurlijk uh, heeft het impact. Maar het was niet vanaf dat moment van het. Het was er wel niks meer. Zeker niet. Nee, want het was We waren wel. Ze hadden twee, uh, twee punten voor. Uh, op het moment twee, dat het gebeurde. Het was of acht, drie zes. punten. Ja. ja. En uh, je zag langzaam wel dat, dat het bij hun even zoeken was. En op een gegeven moment, na die 17-17, was het ook. Toen trokken jullie er ook vandoor, zeg maar. Zodat dus jullie druk nog wat groter op, uh, op hun. Um, kijk, en natuurlijk, uh, ja, het is even ook wennen aan andere lijnen. Ik bedoel, het is dus helemaal niet dat, dat Romeo van der Velde uh, heel veel minder is. Hè. Het is natuurlijk de tweede spelverdeelster. Dus je bent niet voor niks eerste en tweede ja. spelverdeelster. Uh, maar het was echt zoeken naar, uh, naar lijnen. En je, uh, ja, ik vond wel dat, dat dat een soort van impact moment was. Wat een beetje in die hoofden bleef hangen bij, uh, bij Utrecht. Ja, en dan kunnen jullie het op kwaliteit natuurlijk gewoon ook... Uitspelen. Ja, doet... dat had alle, alle kanten op gekund. Het staat 8-6. Ik bedoel, je weet sowieso niet wat er gebeurd was als. Uh, maar nogmaals, ik, uh, je ziet natuurlijk sommige momenten dat een team echt helemaal inklapt. Hè? Vanuit emotie. Of, uh, hè? Nou, dat, dat, dat vond ik niet meteen het geval. Tenminste, niet zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, wat ik uh, als, als uh, buitenstaande, maar ook wel insider natuurlijk, wat ik wel zag bij Snake, is, is dat, ze wel, uh, dat de kopjes goed stonden. En dat ze op een gegeven moment ook al uh, dusdanig, om uh, uh, um weer de term te gebruiken, vooruit aan volleyballen waren, uh, dat het uh, uh, ja, dat de focus goed was. En dat zag je vooral in, uh, in, in, in die, die tweede en de derde set. En uh, uh, de surfdruk nam toen uh, toe en uh, het werd wat vrije volleyballen. Maar de scherpte, die bleef. En dat was. Uh, dat maakte echt wel het verschil. Ja, ja, en wat jij ook zei: op het moment dat dan iemand een fout maakt, en daar, daar niet in blijven hangen, want de volgende ja. actie. In de tweede set stonden we ook nog vier punten achter. Hè? Op een gegeven moment was het ja. of zeven. Ja. En uh, ja, nogmaals, het, het gebeurt. Het, het, ja, Er is een, een bepaalde rust. En, en vooral heel veel vertrouwen in elkaar. En het is damesvolleybal, dat kan alle kanten op. Je kan een eind voorstaan. En uh, tegen Harry uh, geven we twee setpunten weg. Uh, voor hetzelfde staan we een heel eind achter. En trekken we hem over de streep. Dat is een beetje het vrouwenvolleybal. Maar uh, ja, zelfs de tweede set stond nog. De derde ging inderdaad. Uh, die ging redelijk, ja. redelijk makkelijk. Moet je dan ook je plan als team aanpassen? Want uh, je baseert je wedstrijdplan vaak op een spelverdeler. En op de verdeling van dat spel en de tactiek daarop. Uh, en vaak is er ook meer data en, en een uitgebreider plan voor de eerste spelverdeler. En dan komt er een tweede spelverdeler in. En dan moet je minder plannen. Of je hebt misschien helemaal geen plannen. Aan het eind van het seizoen wel wat meer. Maar hebben jullie dat aan moeten passen? Uh, nee. We gaan ook wel heel veel uit van eigen kracht. En. Uh... Nou ja, ik kijk zodanig veel video's uh, dat we wel ongeveer weten waarop een vervelde toe in staat is. Dus dat kun je met heel uh, aanpassingen kan je dat doen. Hè? En ook tijdens de wedstrijd zelf uh, uh, op de banken, we mensen zitten die kunnen zien wat daar gebeurt. Uh, dus ja, daar kunnen we redelijk snel aanpassen ook. Dus uh, het is niet dat we daar ons plan uh, giga op hebben veranderd of zo. We zijn doorgegaan waar we mee bezig waren. En welke elementen vond jij dat Sneek goed deed in de wedstrijd? Um... Ja, voor mij persoonlijk was het mooi om te zien dat deze wedstrijd de middens gewoon uh, behoorlijk uh, dominant waren. Hè. Dat, uh, dat is ook wel de kracht van ons team. Het hangt niet van één speelster af. Het is, wekelijks kan het zomaar weer iemand anders zijn. Hè. Rosa die komt op dreef in de derde set uh, tegen, tegen Dynamo in die tweede wedstrijd. En die timmert daar 19 punten binnen. Uh, ja, in, in, nou ja, in die eerste finale wedstrijd waren het dan de middens. Uh, Nou, de Pasen lopers een uh, brit en Britt, uh, yeah, dat is altijd wel steady. Uh, dus ja, we zijn niet Afhankelijk van een iemand en dus ik vond het mooi om te zien dat de middens uh, dat heel goed deden. Wat vond jij de kracht van Snake? Um, ik vond ik, ik, stabiliteit. Ze hebben natuurlijk een enorme lengte, aan het net uh, blokkerend. Hè? Toen wij uh, tegen ze moesten spelen, de eerste wedstrijd, nou, daar gingen wij een beetje de bietenbrug op. En uiteindelijk hebben we die tweede wedstrijd, hebben wij dat uh, tactisch wat aangepakt. Uh, aangepast en, uh, ja, dat, uh, dat werkte goed, tot de goal zet zeg maar. En, uh, uh, maar dat, ik, ik, ja, wat, uh, wat Henriette zegt, is... Ik denk dat ze uh, um, op, alle, op alle fronten gewoon goede speelsters hebben staan. Uh, stabiel in de paas. Ze hebben uh, Geldao, die een fantastische libero is. Uh, uh, echt gegroeid is ook nog in de afgelopen jaren. Hè, waar ze vroeger... Uh, uh, niet zozeer dwingend was en de paaslijn aan het neerzetten was... doet ze veel meer nu. En dat, uh, dat is mooi om te zien. en uh, goede paaslijn, goede middels. En, en Rosa, die op de diagonaal ook uh, fantastisch is. Uh, ja, bevoren. want ge de Boer noem je... Ik voeg even achterna me toe, want jullie zijn ja, snake-insiders. Oh, ja, 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 ja. Gezellig, ja, ja. <laughs> ja. kennen ze allemaal, oh, de Boer. Ja. Uh, Libro en Rosa Antjes, ja. uh, diagonaal. Ja, en ik denk dat je met, met, met Ninka Oud ook uh, een van de, van de beste te hebt... van de Eredivisie, dames. Dat ja, was vorig jaar al en, en dit jaar ook wel. Ik weet nog een tijdje geleden een aflevering en daarbij was ook de meeste scorende spelverdeler met meer dan 100 punten geloof ik. Dus ze maakte als spelverdeler ook nog een ja, hoop ja. punten. Dus het is een enorm knappe spelverdeling. Ja, en wat voor Gelder de Boer natuurlijk fantastisch is, ze raakte... Nou, geblesseerd aan de knie vorig jaar. Vlak ja. voordat de finale was begonnen. De halve finale weet ik al niet eens meer. Maar in ieder geval voor de belangrijkste fase. En ze staat er nu gewoon. En uh, dat is haar ook gigantisch gegund gewoon. En, uh, het, is, ja, het is niet een super opvallende libro. Maar het is een fantastische libro. Vind ik missen, ja. dat, uh, wat is nou bij jullie, uh, want je hebt natuurlijk een andere coach, je hebt nu uh, werkt met Erik uh, Rijtsma. Uh, je zegt, we hebben wel wat dingen van Harry nog meegenomen. Uh, Zeker. Maar wat is, de, wat is het verschil tussen Erik en Harry uh, als coach? Uh, nou, als trainer, als, als ik nog verder mag gaan, als trainer zijnde denk ik dat hij iets meer technisch-tactischer is. Erik? Erik, Erik hè, Die traint iets technisch-tactischer. Maar Harry zegt net uh, dat hij in de wedstrijd niet zoveel verschil kan maken. Nou, er worden echt nogal anekdotes verteld hoor. Dat, uh, uh, we, we herinneren Vertel ons Nou, we, we herinneren ja. ons. Het, het was wel grappig hoor. Want uh, uh, tegen Utrecht vorig jaar uh, was een spannende wedstrijd. Ja. En uh, we staan uh, spannend in de laatste set. Uh, ik weet niet, eens 2 2 uh, ja, ja, of 3-2-5-6. Match ja, matchpoint. Er was matchpoint ergens. Ja. En uh, Utrecht ja. maakt het spannend. Harry neemt de time-out. En die zegt, jongens, we gaan een combinatie lopen. Nou, iedereen weet ondertussen dat Harry van de combinatie is. En wat er ook gebeurt, ik hou toch wel van jullie. En die ze krijgen een lach op hun gezicht. Van hier te Tokio, spelen een combinatie. En de wedstrijd was afgelopen. En um, in de halve finale zei ik ook, zou je nu weer zeggen dat het toch wel van ze houdt? Weet je wel? En ja, dat zijn kleine dingetjes die leren ontspannen. En, en hè, dat, dat zijn... Ja, Harry is in staat om mensen die een strak gezicht hebben... binnen no time met een lach uh, te laten lopen. En ik denk dat dat een kwaliteit is uh, wat fantastisch is. Dat, uh... En is het dan bij Erik iets... Um... Ja, die is gereden. Of hoe? Nou, oh, Erik is ook echt, echt wel mens-mens. Uh, maar maar uh, iets meer... Uh, Harry is toch iets uh, relaxter, denk ik, tijdens wedstrijden. Um, Erik denkt heel, veel, denkt heel veel tactisch na en, en is heel erg bezig in zijn hoofd. Hè? Die, die denkt heel veel stappen vooruit. en uh, Ik denk dat Harry iets meer op een moment zelf uh, daarin uh, aan het coachen is. Maar... Ja, het zijn twee verschillen. Hè? Qua leeftijd zit er een verschilletje tussen. Uh, ja, levenservaring. Nou ja, leeftijd, uh, ja het, het is gewoon prachtig mooi om te mogen werken met verschillende mensen. En die, nou ja, we doen het toch weer goed. En uh, we hebben ook een prachtig team hoor, daar gaat het niet om. En Erik heeft door kunnen bouwen, wat er vorig jaar natuurlijk ook al neergezet is. En volgens mij is het voor een team, maar dan kun jij spelen misschien. Uh, is het voor een team ook wel goed om op die manier te wisselen in met, met coaches? Toch? Nou, zo rap ieder jaar, weet ik nee, okay, niet. Maar, maar, of het algemeen, dat je niet te veel gewend raakt aan één manier van coaching? Of... Ja, ik weet niet. Was het Jan Beres ooit? Die zei van, of je wisselt de coach, ja. hè, nou, of je wisselt de spelers. Maar de, hè, hele lange tijd alles samenhouden. Aan de andere kant, uh, succes komt ook wel omdat toch wel de kern heel lang samenspeelt. Hè, qua, qua team zijnde. Um, dus ja, weet je, alle... Iedereen neemt wat moois mee. Harry nam wat moois mee, Erik neemt iets moois mee. En, en, en bij iedereen neem je wat van mee, denk ik. Ik denk dat Jeffrey dat kan beamen. Hè? Van elke trainer neem je wel wat mee. Ja, ik ben het met je eens hoor, want ik heb uh, drie jaar redbad gehad. En aan het eind van die drie jaren bij Dynamo... had ik ook wel het gevoel van... Nou, ik zou nog prima nog een jaar van hem kunnen leren... maar ik heb ook iets anders nodig. Dus, en en Arjan Thaay, speel ik nu onder bij de Keurgers... is een hele andere coach. Dus misschien wel wat jij een beetje beschrijft... de ratio en de, de emotie. Wat is iets meer op gevoel? Uh, dus, daar kan ook niemand de vinger op leggen... hoe hij nog spelers aan de praat krijgt... of een team kampioen maakt. Het, is, het zit in hem en hij heeft echt wel een gedachte. Maar de, 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 je, kan, je kan hem niet vragen... schrijf dit uit en, uh, zodat ik het ook na kan doen... En Arjan wel. Arjan is echt heel gestructureerd. Uh, die kan zo'n plan neerleggen over uh, hoe maak ik jouw team uh, over tien jaar kampioen. Um, en dat is, dat is heel anders. En dat heeft mij als speler ook heel, heel erg geholpen. En Arjan was daar heel anders in. Uh, en Redbat heeft me drie jaar lang uh, heel veel beter gemaakt. En uh, Arjan was het laatste setje die ik nodig had om uh, bij het Nederlands team te komen bijvoorbeeld. Ja, en Arjan doet natuurlijk bij de een beetje wat jij net zei over Jan Berendsen. En wat Ferguson ooit deed bij Manchester United. Sp meer spelers wisselen en zelf lang blijven zitten. Dus... Uh... Klopt Zit hij de volgend jaar nog als coach? Uh, Want dat hij, wordt dan zijn dertiende jaar of zo al. Uh, ja, geloof ik. Twaalfde jaar. Oh. Uh, dat klopt. Vanaf. Ja, uh, al, al heel lang doet hij het. Uh, de, hij weet nog niet of hij blijft als coach. Uh, kan er nog wel beide. Harry is vrij, hè? Harry, ja. nou, ik, ik, ik word er zelf wel enthousiast van als ik alle verhalen hoor en, uh, en zie. Uh, ja, Harry, laten we het daarover hebben. Ben je vrij? Is het, uh... ik, ben, uh, ik ben vrij, ik ben klaar bij Dynamo. En die hebben met uh, Erwin Sikkema uh, de opvolger al, uh, al staan. Dat was in januari al bekend. Uh, dus ik uh, uh, vorig jaar toen zei ik, ik ga stoppen. Uh, ik, heb, uh, ik ben nu weer gestopt. Ja. Maar ik, uh, ik kan nog niet zeggen of ik weer aan, uh, aan de slag ga. Dus uh, ik, ik kijk gewoon wat, uh, wat er gaat komen. En komt er niks, dan is het ook goed. Dan doe ik weer een halfjaartje of zo. Laten we gaan voorspellen wie uh, ja, kampioen gaat worden bij de Eredivisie Dames. Het staat 1-0 voor Snake. Uh, het programma is aankomende zaterdag 4 mei. Om half drie. Die staat nu vastgepind. Het duurde uh... nog even voordat het echt vast stond. <laughs> ja, dat heeft wel <laughs> even uh, wikken en wegen. Jouw uh, komst als gast uh, ook nog vanaf. Maar het lijkt me ook niet heel fijn voor uh, ja, speelsters die dingen moeten plannen. Of als trainer als je een week moet plannen. Nee, dat was niet helemaal handig, nee. En uh, zeker omdat vrijdag ook nog in de running was. Uh, nou ja, mensen moeten dan toch nog weer vrij gaan vragen en dan zo kort dag. Maar goed, dat is wat het is. We hebben het ermee te doen en het is nu zaterdag. Zaterdag 4 mei en een eventuele derde wedstrijd zondag 12 mei, twee uur in, uh, in Sneek. Denk je dat het tot drie wedstrijden komt, met Maarten? Nee. nee 2-0 voor Sneek. Nee, ik Sneek gewoon 2-0 wint. En dan hoop ik dat ze wel tijd hebben om wel twee minuten stil te ergens te houden nee. tussen het feest door. Maar dat, daar ken ik ze goed genoeg voor, dat komt wel goed. Uh, moet dat als je om half drie speelt? Hoe nee, dat? ik bedoel, als er dan, als er dan ja, feest is. Dan de uur, tijd, uur. ja, precies. Dan magt u wel, of, of desnoods met de bus langs de snelweg ergens. Ja, want maar, het uh, is uh, zonder uh, Anne Recair sowieso. Zij zegt, ik vroeg het er en zij zegt, ik ga zeker uh, niet meer spelen volgende week. Een MRI en de week daarna de uitslag. De verwachting is minimaal voorste kruisband, maar binnenband en meniscus zijn niet uitgesloten. Nog even afwachten, dus maar uh, het zal uh, geen goed nieuws zijn. Dus het wordt zonder uh, Anne Recair met uh, Robin van der Velde. Wat denk jij, uh, Harry? Wat wordt het zaterdag? Ja, ik denk dat uh, Sneek het uh, uh, over de streep gaat trekken. 2-0. Henriette, jij moet het. Uh, ja, jij kan niet anders dan steek zeggen. Maar wordt het in twee, worden jullie in twee wedstrijden of in drie wedstrijden kampioen? Nou, het liefst willen we in twee. Dat is, uh, dat is duidelijk. Maar vorig jaar begonnen we ook met uh, de eerste winst en de tweede in Utrecht. Dus uh, zoals Harry zou zeggen, het is weer een potje, jongens. Het is weer een potje. Het kan hopen, wel spoken in ik, ik, Utrecht soms. Hè? Ik mag dus, hopen dat ze geleerd hebben van vorig jaar. <laughs> derde tegeltje. Ja. Ja. Nee, maar het kan best wel. De Utrecht, is best wel een sfeertje in die hal altijd. Dus het hey. kan best wel een beetje spoken. En als er druk erop komt. En, maar ze oh. hebben zoveel geleerd van Harry. Daar, daar gaan ze niet meer druk op maken. Ja, vooral zelf. Precies. Nog uh, twee uh, huishoudelijke mededelingen. Op 7 en 8 juni vindt de VT4-5-kliniek plaats van de NVVO. Dit is een kliniek voor alle volleybaltrainers die inspiratie op willen doen. Bart Heuving, topsportcoördinator van AZ Alkmaar, bewegingswetenschapper en sportpsycholoog, is een van de inleiders. Johan Verstappen, trainer van het Belgische Carrier Gent, De ander. Bart Heuving neemt de trainers mee in de successen van de jeugdopleiding van AZ, die ook op de volleybalopleidingen toegepast kunnen worden. Heuving is auteur van boeken die gaan over het creëren van de juiste mindset. Zodat het een trainer het mentale gedeelte kan vormen om van een jeugdig talent een bruikbare volwassen topspeler te maken. Johan Verstappen gaat in op het voetenritme wat voor ieder volleybalonderdeel anders is. Alle informatie over deze VT4-5-clinic vind je op de website mvvo.org. En dan de tweede mededeling. Onze nationale teams spelen een aantal oefeninterlands in Nederland. De volleybaldames spelen maandagavond 6 mei om 7.30 uur 30 in Wiegen een oefeninterland tegen Roemenië. Deze wedstrijd is al helemaal uitverkocht, maar er komen nog meer wedstrijden aan. De lange mannen spelen twee keer tegen Japan, de nummer vier van de wereld. Op zondag 12 mei in Rotterdam om half vier. De tweede wedstrijd is in Doetinchem op dinsdag 14 mei om 8 uur. Kaartjes zijn nog beschikbaar via volleybal.nl. Dank jullie wel, Bart, en uh, Harry en uh, Henriette, dat jullie bij ons zijn aangeschoven. Uh, ook nog bedankt aan Dirk, Tom en, uh, en Jannes. En uh, ja, gefeliciteerd met hun uh, titel uh, Nederlands kampioen. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. We zijn er over twee weken weer. Dan is de kampioen van de Eredivisie dames bekend. En proberen we ze aan tafel te krijgen. Ook blikken we dan vooruit op de kwalificatie van onze nationale beachvolleybalteams. Met onder andere Stefan Boermans. Die aflevering is weer met de andere presentator. Ik mag dus mee met het Nederlands team. En ben dus een tijdje afwezig. Maar de show must go on. Dus geen zorgen, dinsdag 14 mei kan je weer van tijd voor volleybal genieten. Voor nu. Bedankt voor het kijken en luisteren. Blijf ballen en tot de volgende aflevering.